Gepresenteerd door Anne van Olst. Het woord weer aan Wim Ernes. Dames en heren, ook deze hengst gaat voor een 5 dagen stalonderzoek naar Ermelo. Nadat hij morgen in de 3e bezichtiging getoond is. Een hengst die afstand van Negro. We hebben daar een showblokje van gezien vanavond. En ik denk dat we met deze hengst opnieuw kunnen laten zien waar de kwaliteiten in de vererving van Negro zitten. Dat is namelijk in dit zware werk. Waarbij je ook netto laat zien dat hij verheven kan draven en een hele krachtige en actieve manier van bewegen heeft. Misschien kun je dadelijk wat overgangen tonen, Anne, tussen wat massage en iets voorwaarts piaferen. Om te laten zien dat dit paard ook fantastisch kan schakelen. Dat is een hele mooie voorbeentechniek. Fenomenale manier van bewegen. Die zeker in deze laatste pas, waar hij heel klokzuiver is, een geweldige kwaliteit laat zien. En ook vanuit die grote passage die kan sluiten naar de Piaf. Heel mooi. Je ziet dat de kwaliteiten van dit paard heel duidelijk liggen in dit zware werk. Waar je eigenlijk spelenderwijs doorheen loopt. Weer iets naar voren wordt gereden door Anne, nou heel even wat kan ontspannen. Maar een fenomenale manier van bewegen heeft. En dan weer terug naar de passage. Ondersteund door de muziek. Ja, je mag gerust meedoen, dames en heren. Fenomenale voorbeentechniek. Het paard dat echt gaat zitten op een achterbeen. Gewicht opneemt van achter. En heel veel potentieel voor dit zware werk heeft. Wat we al meerdere keren gezien hebben vanavond. Afstammelingen van Negro die toch heel veel kwaliteit in dit zware werk in potentie aanwezig hebben. Misschien even wat gewoon drafwerk, ook daar zien we dat dit paard makkelijk beweegt. Een mooie voorbeentechniek ook houdt in de appiëmenten en heel makkelijk opzij beweegt. Het is een paard nog langzamerhand klaargemaakt voor de zware sport. En ik denk dat we allemaal hebben kunnen zien dat dit paard daar onmiskenbaar zijn kwaliteit in heeft. En ook kan verruimen als dat nodig is. En die kracht van achteruit steeds door het lichaam heen vloeit. En weer met een hele mooie overgang daar werd teruggereden naar de passage. Piaf op de plaats op dit moment. Waar het echt gaat zitten op de achterbeen. Gewicht opnemen met een achterbeen en een fenomenale voorbeentechniek laat zien. Heel mooi gedemonstreerd. En dat zijn toch kwaliteiten die we in een Grand Prix paard terug willen zien. En paarden die zich willen sluiten, willen terugkomen op een achterbeen en dan eigenlijk een soort van lichtheid krijgen in de voorhand, waardoor die schoudervrijheid ook optimaal getoond kan worden. Anne, bedankt alvast. Ik zou je willen vragen om een passage richting de uitgang en dan gaan we samen dat begeleiden met muziek en met applaus. Ja, net zo van Negro met Anne van Olst.